Zeker weten. Goedemorgen. Nou, bij Microsoft een omzet van 66,6 miljard in het derde kwartaal. Miljard hoger dan analisten dachten. En de winst die kwam uit op 25 miljard. Ja, als je kijkt naar de marges, gaat lekker daar bij Microsoft, hè? Gaat zeker heel goed. Omzet groeit stevig door. En winsten inderdaad ook. En eigenlijk op alle fronten zagen we forse groei. Maar er wordt natuurlijk vooral gekeken naar de Intelligent Cloud divisie van het bedrijf. Ja. Want daar zit onder andere de clouddienst in, Azure. Maar natuurlijk ook de AI-toepassingen waar het natuurlijk nu veel over gaat. Ja, Azure, hoe is dat gegaan? Is dat lekker gegroeid? Ja, dat groeide wel weer behoorlijk. Hè. Dus dat Intelligent Cloud groeide met 33%. Nou, is wel iets minder dan vorig kwartaal. Toen was het nog 34%. Ja. En ook iets minder dan Google, dat gisteren met cijfers kwam. Dat groeide 35%. Dus ze zweten wel een beetje met Microsoft. Maar ze doen forse investeringen. Ja. En ze verwachten dan ook dat, dat hebben ze eigenlijk vorig kwartaal ook al gezegd, dat die groei in de tweede helft van het fiscale jaar gaat versnellen. Ja, nou, hoorden we inderdaad, Google zet daar goed op in, op die cloud-divisie, maar die is lang niet zo groot als Azure op dit moment, hè, van Microsoft. Dat is een van de echte grote spelers. Ja, Amazon is de grootste en daarna toch wel Microsoft met een marktaandeel van 25%. Ja. En in die cloud-afdeling zit eigenlijk steeds meer kunstmatige intelligentie verwerkt. En ja, Microsoft is natuurlijk een van de weinigen die ook echt producten daaraan heeft gekoppeld. Hè, omdat ze natuurlijk die samenwerking hebben met ChatGPT. Hebben ze dit jaar Copilot gelanceerd. Maar eigenlijk net als in het vorige kwartaal werd gezegd, kunnen ze de vraag niet eens aan. Er is zoveel vraag, maar niet voldoende capaciteit om aan die vraag te kunnen voldoen. Ja. En daarom zijn ze dus nu fors aan het investeren. Ja, precies. En dat zien we ook weer terug aan alle toeleveranciers. AMD gisteren met cijfers kunnen gewoon niet voldoende chips maken om die AI te ondersteunen. Aandeel gaat na beurs met 4% onderuit. Hoe komt dat? Ligt dat er inderdaad aan dat de vraag er wel is, maar we niet kunnen voldoen aan die vraag bij Microsoft? Ja, eigenlijk twee redenen. Ze gaven ook een iets wat voorzichtige outlook af voor het lopende kwartaal. Iets minder dan analisten vooraf hadden verwacht. Mm-hmm. Die investeringen in AI nemen flink toe. Volgens mij gaat Microsoft, hebben ze afgelopen kwartaal ruim 14 miljard geïnvesteerd. En dat was een toename van 50%. Ze zijn echt die datacenters aan het uitbouwen. En de beleggersvraag is natuurlijk af of die forse investeringen wel terug gaan komen. Want tijdens de earnings call gaf hij aan, nou, het gaat supergoed. We hebben allerlei AI geïntegreerde office functies. Kunnen de vraag niet aan. Volgende kwartaal zullen we op weg zijn om 10 miljard omzet per jaar te realiseren vanuit die AI-diensten. Mm. En als je dat even teruggerekend, hè, dan zit je dus op zo'n 2,5 miljard omzet. Terwijl ze net vorig kwartaal 14 miljard hebben geïnvesteerd. Dus hoe gaat dat eruit komen in de winst? Ja. We gaan even naar Meta. Bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp. Omzet 40,6 miljard. Winst 15,7. Stijging van 35%. Zuckerberg tevreden? Ja, zeker. Die mag weer heel tevreden zijn. Prachtige cijfers. Volgens mij een omzetrecord weer te pakken. De Family of Apps gedeelte, waar ze natuurlijk adverteren in al die apps. Instagram, Facebook, noem maar op. Dat gaat hartstikke goed. Daar hebben ze ook AI toegepast eigenlijk om de manier van adverteren aan te passen. Nou, dat slaat dus heel erg aan. Gebruikers krijgen betere en meer advertenties te zien. Nou, dat leidt dus tot een forse stijging van zowel de omzet als de winst. Maar aan de andere kant, is Meta ook fors aan het investeren in die AI, uitbreiden van datacenters en natuurlijk die andere divisie, Reality Labs, waar onder andere die VR-bril onder valt. Nou, hebben ze afgelopen kwartaal geloof ik weer een nieuwe bril gelanceerd in samenwerking met Ray-Ban. Maar ik heb het idee dat dat toch niet echt wil aanslaan. En toch ook weer een operationeel verlies op dit gedeelte van 4,4 miljard. Ja, maar toch een beetje een hobbyproject van Zuckerberg. Die moet ook af en toe een beetje met brillen spelen. Dat is verhaal. Beter Musk slaat of zo. Ik ben benieuwd wanneer die daar is gewoon de stekker uittrekt. Volgens mij gaan er geruchten rond dat Apple, die heeft natuurlijk ook zo'n bril, nou, dat loopt ook helemaal niet. Er gaan geruchten rond dat zij daar de stekker uit gaan trekken. Ja. Ja, ik ben benieuwd of Zuckerberg dat op termijn ook durft. Ja, we gaan het zien en beleven, wellicht. Dank u wel. Dank, Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Links.